welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ga deze week weer eens even goed sporten, dus daar begin ik vandaag meteen mee. Het is maandag 12 september, 9:15, dus ik moet als een gek richting de gym, want ik moet nog tanken. Nou, ik ben weer thuis. Echt een heerlijk begin van de ochtend, wat zou ik zeggen. Ik dacht dus dat er gewoon les was van 10 tot 11. Nou, blijkbaar niet. Dus ik ben maar weer snel naar huis gegaan. Toen heb ik hier even opgeruimd. Alles weer netjes. Tenminste, nu staat er even wat ik ga eten. Ik ga weer een beetje opletten. En gewoon... Het is weer back to normal life. Ik ga mezelf ook even wegen. En laat ik dat eens eventjes doen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Naar Nederland. Good life. Nee, maar ik denk dat het echt wel meevalt. Ik heb nog steeds... Ik heb wel gekke dingen gegeten af en toe, maar ik... De ene dag eet ik dan veel en de andere dag eet ik... Ik compenseer het wel gewoon. Oh god, moment van de waarheid. Ik moet nu wel opgesteld worden, dus ik ben een beetje bloated. Ik was altijd gewoon rond de... De laatste keer dat ik me heb gewogen was ik wel iets te dun voor mijn doen. Het ging in één keer weer heel snel. Ik vind dit eigenlijk wel prima en ik voel me ook niet, ik voel me wel gewoon goed nu qua lichaam. Ik ben weer bezig met 3Food. Ondertussen moet ik ook nog deze chaos wassen. Ik heb echt freaking veel was. Dit is wel schoon. Dit is nu klaar. Dat moet ook gebeuren. Ik haat wassen. Je moet gewoon echt slippers aan, want de vloer is zo heet. Echt niet normaal. Op zich buiten valt het vandaag nog wel mee, maar het is gewoon echt bloedje heet op Aruba momenteel. Marcucci. Wacht om alles te gaan verkopen en lekker met een frisse start in Nederland te beginnen. Daar heb ik zoveel zin in. Vandaag echt alles gedaan wat ik wilde doen. De was, ik had zoveel was ook. Slaat helemaal nergens op. En bordjes voorbereid. Ik heb Latin District en R&B Social al helemaal voorbereid. Want die feesten beginnen ook weer september, oktober. Dus ik ben helemaal up-to-date. Het voelt wel even lekker, want vorige week voelde ik mezelf echt niet. En nu heb ik alles toch wel weer lekker vast voorbereid. En nu richting werk. Met nat haar. Maar ja, ik laat het gewoon lekker opdrogen. Kijk nou. Ik kom net aan op werk. Die lopen hier achter. Overal nergens. Mijn dierenparadijs. Nou, laten we beginnen. Hey. Boutique! Zo gaat het hier aan toe als we bijna klaar zijn. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag in Paradise. Dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe laat was ik gisteren naar van werk? Volgens mij 11 uur. Beter, ja, volgens mij 11 uur. En toen sliep ik pas echt vet laat. Volgens mij sliep ik pas op 2 uur of zo. Het gaat helemaal nergens over. Wat mij nu wel meer wakker maakt als dat ik vroeg naar bed gaan bij mij altijd. Heel apart. Dus ik ga nu richting boksen. Klotenhoest. Gelukkig bijna vanaf. Het is echt prachtig weer. En ik heb zin in de les. Maar goed, het is nu 10:15.
ga even smoothie halen. Ik moet een rode spuitbus hebben en ik moet even rode ballonnen hebben. Want ik moet de 20e een anniversary of wedding room maken bij Palm Leaf. Een vriendinnetje die appartement vuurt. Richie moet dus afvallen. Die kat weegt inmiddels 7 kilo. Dat is echt veel te veel. Maar het is zo moeilijk, want hij heeft de hele dag honger. En we hebben nog maar 3,5 maand om deze big ass kat een paar kilo af te laten vallen. Want anders mag hij niet mee bij ons in het vliegtuig. Dan moet hij in het ruim. En geloof me vriend, dat wil jij niet. Ik ga nu trouwens weer verder met het bordje van mijn buurvrouw. Die is, heeft kanker gehad en die is nu kankervrij. Dus bij deze. Ik vind deze kleur echt walgelijk, dus ik ga hem gewoon blauw maken. Deze hebben we. Ik ben nu met deze bezig. En een lekker snackie. Ik vind hem leuk geworden. Van dit. Naar. Heel pittig. Beetje uitgeschoten misschien. Het is zo spannend. Maar gun ik het ook, kom op. Ja, als deze niet gaat, zo. Yay! We zeiden het. Echt grappig, want die andere is basketballer. En ze hadden ook iets met een basketbalnet. Ik vind haar echt leuk. Goedemorgen. Kort voor 7 op, ik heb even een ontbijtje gemaakt. Komt u maar. En ik ga nog even rustig wakker worden. En ondertussen een vlogje kijken van Reiners. Een paar uur later. Ik heb lekker mijn haar weer eens een keer gedaan. Ik heb mijn nagels gedaan, maar dan kort. Kan ik er ook nog mee boksen. En ik heb deze weer eens een keer aan. Ook rode rozenblaadjes. Kopen. Even kijken waar ik dat kan vinden überhaupt. En ik ga even langs de Zara, denk ik. Maar eerst even een heerlijke ijskoffie halen. Want die koffie thuis is niet hetzelfde. Ik ben nog steeds zo blij met mijn tattoo. Ik vind hem echt leuk. En die plek ook, geen spijt van. Oh, nog van die pofmouwtjes. Heel zacht stofje. En dan is dit de achterkant. Kijk of het... Wacht. We zijn lekker van alles aan het passen. Ik heb echt allemaal verschillende dingen. Deze was ook echt super leuk. Daar wil ik een video van maken op mijn Instagram. Dus wil je die video zien? Volg me dan meteen op Instagram. Oké, nou. Van alles en wat gepast. Nu nog even die spray halen. Het zit hier zo raar. En dan naar huis, want Jor is ook al thuis. Kijk nou, er komt allemaal kerstspulletjes. Hoe gezellig. Ik heb helemaal zin in de kerst al. Heel veel komt er binnen. Ik ben op zoek naar rozenblaadjes. Kijk hoe leuk. En Halloween komt natuurlijk weer eraan. Ik hou er echt van. Ik vind het ook zo leuk dat wij voor kerst in Nederland zijn. Ik kan niet wachten. Helemaal verkeerd. Echt waar, ik ren van letterlijk elke minuut dat ik buiten ben, zweet ik me kapot. Rozenblaadjes. Rozen. Ik heb het hier altijd en ik heb er steeds niet meer.
Oké, rozenblaadjes hebben wij gevonden. Die heb ik natuurlijk ook nodig voor die kamer. Ik heb echt zin om dat te doen. Ik vind het echt leuk. Kijk, twee van deze. En het zijn van die popdingen eigenlijk. Maar ik gebruik gewoon die rozenblaadjes. We hebben in ieder geval genoeg. Oké, ik ben weer thuis. Ik ga even... ik heb een nieuwe bestelling en heel toevallig, want ik ben dus een bordje aan het maken voor mijn overbuurvrouwtje, wat ik had verteld. Wie denk je dat er gisteren een bordje bestelt voor haar zus die volgende week komt? Mijn buurvrouwtje. En echt precies, precies hetgene wat ik voor haar gemaakt heb. Dus dat is echt heel toevallig, want ik spreek haar bijna niet. Dus ik ga even deze opeten. En dan begin ik met het bordje. Ik kon die rode spray niet vinden, dus dat is wel een beetje kut. Alle kleuren waren er, behalve rood. Dus dat. Deze is inmiddels helemaal droog. Dus ik ga nu deze maken voor haar zus dan. En dan allebei insmeren. En deze heb ik gewoon alvast gekleurd. Vond ik wel een mooi kleurtje ook. Is het slim om met deze outfit te gaan verven? Nee. Hebben we zin om rond te kleden? Nee. Het is heel bloedheet, terwijl die airco staat al aan. Mag wel wat kouder. Blijft dit nog steeds zo leuk vinden om te doen? Het liefst zou ik ook zoiets in Nederland doen. Ik hou hier gewoon echt van. Lekker dingen maken. Ik heb nog iets heel anders leuks, maar ik weet nog niet of ik dat ga doen. Dus ik wil het eerst een beetje gaan uitzoeken. Ik zeg altijd, ik zou gewoon een loods moeten hebben waarbij ik allemaal dingen kan opknappen. Dat lijkt me echt mijn ideale droombaan. Maar ook wel weer iets met kleding en foto's en video, dat vind ik ook allemaal geweldig. Ja. Lekker. Oké, de plannen van vanavond waren gewijzigd. We gaan niet meer een drankje doen morgenavond. Jor was heel laat terug voor Spaans. Dus zat er geen zin meer in naar zijn werk. Dus ik heb deze maar even afgemaakt. Zo snel kan het gaan. Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 15 september en ik heb mega haast weer again. Het is echt 15:15. 15:10 denk ik al. In de bin. Oké, ik ga snel. Inmiddels 5:30. Ik ben omgekleed. Ik heb dit een soort van lange blouse aan. Maar dan met een spijkerbroekje eronder. En die komt er dan zeg maar net hier onderuit. Want anders is het wel een beetje aan de hoge kant. En dan gewoon met deze. Lekkere schone ramen. Maar niet heus. Hé, hey, ken je die auto nog, schat? American Road Trip Days. I miss you. Even een proostje doen. Cheers op mijn verrassing. Ik ben benieuwd. Jo, die heeft een verrassing voor mij, maar hij wil niet vertellen wat. Ik zie echt een wijn drinken, maar niet eens. Dat is wel lekker. Alright, deze zijn ook klaar. Helemaal leuk. Even thee drinken, Love Island kijken. Afleveringetje en lekker slapen, want ik wil morgen vroeg kickboxen. Mag ik wat knuffeltjes, Jakey? Of geen kusjes, Jake? I don't like that.
Wat? Wat? I love you. Morgen lekker naar de kapper. Oh. Goedemorgen. Het is vandaag. Where is my phone? In de lader. Alweer. Vrijdag de 16e. En ik ga richting kickboksen. En straks richting de kapper. Deze uitgroeien wegwerken. Deze twee zijn helemaal goed. Ik heb hier nog een laag overheen moeten doen. Omdat die eerste wat ik dus had verteld. Die eigenlijk al een beetje hard was geworden. Die had een hele lelijke laag gemaakt. Maar zoals je ziet. Als je er gewoon nog een dikke laag overheen doet. Valt dat helemaal weg. Dus hier ga ik straks even foto's van maken. Vlak bij de gym zit ook het strand, dus dan kan ik daar gewoon mooie foto's van maken. Me weer een lesje. Ik ben echt freaking tomato weer. Maar dit was echt een hele chille les. Alleen zeg maar het stukje wat ik gefilmd heb. Daarna gingen we nog op de zak trainen. Nou, dat was echt killing. En hij liep te schreeuwen jongen in onze oren. Maar het werkt zo motiverend. Ik hou daar juist alleen maar van. Want als je dan echt niet meer kan. Dan... ga je alsnog een stapje verder, omdat hij gewoon zo loopt te blaren in je oor. Ik ben nu even vlakbij, of bij Divi Beach. Wow, ik heb zo trilhanden, dat is niet normaal. Foto's maken van het bordje. Wat een cutie snooty. Kijk hoe mooi die is. Oh, wat erg die handen. Lukt niet. Oké, even een hele snelle douche gedaan. Haar gewassen, haar gefeund. En zo. Kijk hieronder, is het gewoon echt helemaal donker. Dat heb ik ook al heel lang niet gedaan. Dus ik ga er nu als een gek heen chasen, want het is 11:15. En ja, wish me luck. Op een heel mooi resultaat. Tussen ben ik begonnen met de vlog. Dit is trouwens mijn haar geworden. Hiervoor is het wat lichter. Zo. Dus daar ben ik blij mee. En voor deze bordjes stiekem in mijn buurvrouw haar tuin leggen. Want ze is nu weg. Dat weet ik toevallig, want ik heb haar net gesproken. En ze weet natuurlijk niet dat ik er ook eentje voor haar heb gemaakt. Dus dat vind ik juist wel leuk. Maar ik ben benieuwd of die honden niet buiten lopen. Gelukt! Goedemorgen, goedemorgen! Ik heb net even gezegd met mijn buurvrouwtje hier in de tuin gezeten. Ze kwam even geld brengen voor haar andere bestelling. En ze was helemaal blij met de bordjes. Dat vind ik leuk. En het is nu, ik heb vanmorgen even mijn vloggie gedaan. Het is nu 11:15, ik ga even douchen. Even
klein beetje opruimen hier en dan gaan we lekker naar Orasje vandaan. Oh. Dus tot zo, Dio. Spulletje zijn gepakt. Koelboxje mee. En we hebben dit aan met ook die bikini. En nu even koffie halen, sigaretjes halen. Jongens, ik heb besloten, jullie mogen het weten, want het moet gewoon echt gebeuren, dat ik ga stoppen met roken weer. In oktober begin ik. Ik ben weer thuis en ik heb even mijn lieve Mackie opgehaald. En ik ben ondertussen aan het koken. Ik ga gehaktballetjes maken. Of tenminste, ik heb al gehaktballetjes gemaakt. Gewoon aardappels. Ik ben het even voor 2 dagen aan het maken. En spersiebandjes. Nou, het heeft even geduurd, maar ik hoop dan ook wel wat te hebben. Nee, dat moet goed komen. Is toch schattig? Als je maar allebei aandacht krijgt. Wat is hier? Kom je spelen? Kom je spelen?